Om al deze plannen mogelijk te maken, zullen we ook geld moeten uittrekken om te investeren. En om die investeringen mogelijk te maken, zullen we kosten moeten besparen. En daarom hebben we er ook een kostenbesparingsprogramma aan verbonden. Kees zal er straks meer over zeggen. En die plannen hebben uiteraard ook consequenties voor onze mensen, onze manier van werken en onze cultuur. We realiseren ons heel goed dat veranderen niet zal gaan zonder pijn. En we beseffen dat het wrang aanvoelt dat we juist in tijden waarin het economisch beter gaat en de bank goede winstcijfers laat zien, we deze veranderingen moeten doorvoeren en arbeidsplaatsen zullen vervallen. Daarbij passen we de wijsheid toe, je moet het dak repareren als de zon schijnt, maar dat neemt de pijn van de consequenties niet weg. We ontkomen niet aan gedwongen ontslagen in alle lagen van de organisatie tot in de raad van bestuur aan toe. Zoals Gerard al aangaf, heeft het alles uiteraard ook consequenties voor ons personeel. We verwachten dat het aantal in- en externe werknemers per saldo zal afnemen van 26.500 in 2015 tot 23.000 in 2020. En dat is inclusief de eerder genoemde programma's TOPS 2020 en het vorig jaar aangekondigde reorganisatie, vorig kwartaal aangekondigde reorganisatie binnen de controlerende en ondersteunende diensten. Maar ook rekening houdend met onze groeiinitiatieven. Het aantal eigen medewerkers op dit moment is 22.000 en zal per saldo met ongeveer 10% afnemen. Het aantal externe medewerkers, nu zo'n 4500, zal met 25-30% afnemen. In het derde kwartaal is hiervoor een voorziening getroffen van 144 miljoen. In het vierde kwartaal verwachten we een additionele voorziening te treffen van 150 tot 175 miljoen. Uiteraard zullen we ons uiterste best doen om het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken door eerst naar onze externe inhuur te kijken, zoals zojuist genoemde reductiepercentage zal aantonen. Maar ook zullen we natuurlijk verloop gebruiken waar dat mogelijk is.